Welkom bij de connectiemethode. Deze keer wil ik het hebben over honden die opspringen tegen mensen. De begroeting van jouw hond die loopt niet altijd even aangenaam. Om verschillende redenen kunnen honden opspringen tegen mensen. En de intensiteit van hun opspringen wordt beïnvloed door de emoties, de gevoelens en de behoeften die ze daarbij hebben. En als je opspringen zou willen afleren, dan is het belangrijk dat je eerst de intenties waarmee een hond opspringt gaat begrijpen. Want als je dat niet doet, dan loop je de kans dat het resultaat net omgekeerd zal zijn en dat de hond nog meer en harder zal opspringen. Dus, in deze video vertel ik over de verschillende energieën waarmee een hond kan opspringen en hoe jij als verzorger het leerproces van je hond kunt gaan begeleiden zodanig dat hij leert om mensen op een aanvaardbare manier te begroeten. Dus de eerste vraag die we moeten stellen, met welke energieën kan je hond opspringen? Je hond kan opspringen met een positieve energie. En je moet begrijpen dat opspringen voor een hond eigenlijk heel normaal gedrag is. Pups die begroeten een verzorger door de mond van die verzorger aan te raken. En dat is eigenlijk een collectieve intelligentie van alle honden die aangeboren is en die getriggerd wordt. Wanneer de moeder terugkomt in het nest, zal een pup altijd de mond van de moeder willen aanraken. En dat komt eigenlijk omdat het tijdens de speenperiode, wanneer een pup overschakelt van vloeibare voeding, melk, naar papperige voeding, voorverteerde voeding van de moeder, dat de moeder haar voorverteerde voeding gaat braken voor de pups. Met andere woorden, het is een inherent collectieve kennis van honden dat ze zorg kunnen vragen en veiligheid kunnen vragen bij een verzorger, bij een volwassen dier. En dat is de reden waarom honden ook naar ons gaan opspringen. En wanneer dat met een positieve energie is, dan zal je merken dat je hond niet hard opspringt, dat hij zijn pootjes zelfs intrekt of misschien voorzichtig tegen jou laat leunen. En oké, dat zijn manier is van opspringen. Maar hoe kan je nu dergelijk opspringgedrag gaan veranderen, gaan transformeren naar een voor jou dan aanvaardbare manier van begroeten? Want als je niet wil dat je hond tegen jou opspringt, is het belangrijk dat je toch rekenschap houdt met de noodzaak die een hond heeft om zijn verzorgers te begroeten of zijn leden van zijn sociale groep te begroeten. Dus dan is het belangrijk dat je proactief communiceert. Dat je telkens wanneer je je hond begroet, proactief een beetje schuin gaat staan, je handen laag gaat houden en rustig blijft. En je hond de kans geeft om jou te begroeten. Je biedt hem eigenlijk in de plaats van je mond, bied je hem jouw handen aan, zodanig dat jij aan je handen kan snuffelen, dat je vervolgens aan je lichaam kan snuffelen. En het is belangrijk om daar de tijd voor te nemen. Want honden nemen hun tijd om leden van de groep te begroeten. Oké, dus positieve energie. Een tweede energie waarmee een hond kan opspringen, is vanuit een opgewonden energie. En dat komt eigenlijk omdat mensen vaak het opspringgedrag van hun hond willen afleren door het te corrigeren of te negeren. En negeren of corrigeren, daar snapt die hond dus niks van. En dat maakt eigenlijk dat hij extra stress ontwikkelt, frustratie ontwikkelt, dat hij daardoor opgewonden wordt en eigenlijk heviger gaat beginnen springen en zelfs eventueel daarbij gaat happen. En dat is alleen maar een gevolg van onbegrip van jouw hond, die niet begrijpt dat een lid van de sociale groep niet begroet. Ja? Dus negeren is gevaarlijk. Dat gaat niet in het hoofd van onze hond. Dus stel nu dat jij die opgewonden energie wil transformeren naar rust. Dan kan je dat doen door zelf het voorbeeld te geven.
Dus wanneer je je hond benadert tijdens het begroeten, is het belangrijk dat je zelf bij je gevoelens blijft. En dat je je bewust bent van je ademhaling. En dat je kalm blijft. Dat je ook dan schuin gaat staan, een beetje schuin gaat staan, je handen open en laag houdt en je hond de tijd geeft om te begroeten. En dus kan herstellen van ja, die verkeerde interpretatie wat er daar gebeurd is. Kan herstellen van de stress en de frustratie die heeft opgebouwd omdat wij als verzorger op een verkeerde manier met zijn begroetingsgedrag zijn omgegaan. En op die manier ga je een aanvaardbaar begroetingsritueel kunnen ontwikkelen. En vanuit de connectiemethode weten we dat zoiets al na 2 weken een positief effect kan hebben. En dat op termijn het begroetingsritueel normaal zal worden en dat hij je handen zal komen besnuffelen in plaats van op te springen en opgewonden te zijn. Maar in andere gevallen kan dat opgewonden begroetingsgedrag, dat opgewonden opspringen, zich stellen naar bezoekers. Want het kan wel zijn dat je hond met jou op een goede manier begroet, maar als een bezoeker zijn territorium betreedt, dat hij dan opgewonden wordt en gaat opspringen. En dit is normaal. Want het is eigenlijk onnatuurlijk voor een hond dat iemand vreemd van zijn gezin, vreemd van zijn sociale groep, zijn veilige leefruimte gaat betreden. Zijn veilige leefruimte is je huis en de tuin. En dat kan zijn dat hij daardoor opgewonden wordt en dat hij daar gaat opspringen, harder gaat opspringen. En jij wilt natuurlijk niet dat je hond tegen jouw bezoek opspringt en dan ga jij dat proberen te corrigeren of onderdrukken. En ook hier leert jouw hond dan van, tja, wat gebeurt er nu? Mijn verzorger die mij eigenlijk zou moeten ondersteunen, die corrigeert mij. Die onderdrukt mij. En dat creëert dan weer voor frustratie, waardoor we een omgekeerde effect krijgen en dat je hond harder gaat opspringen tegen mensen. En dus is het belangrijk dat je voor je je hond kunt gaan begeleiden om op een goede manier mensen te begroeten, mensen die binnenkomen in je huis te begroeten, dat hij het ritueel heeft ontwikkeld om jou op een aanvaardbare manier te begroeten. En misschien is het tijdelijk nodig om te vermijden dat je hond bezoekers kan begroeten. Want dat brengt mij eigenlijk tot de derde energie waarmee een hond kan opspringen. En dat is een negatieve energie. En zoals ik al zei, het is voor honden onnatuurlijk dat vreemde mensen in hun territorium komen. Maar honden zijn voorbestemd om in gezinnen bij mensen te leven. En de meeste honden zijn in staat om vertrouwd te worden met bezoekers. Maar dat vraagt natuurlijk een leerproces. En dat leerproces is een stukje van het socialisatieproces van je hond. En dat socialisatieproces, dat vraagt zijn tijd. En het zou dus kunnen dat wanneer er bezoekers zijn territorium betreden, dat jouw hond angstig is, stress ervaart, frustratie ervaart, zich onveilig voelt, daardoor gaat opspringen. Ja? En wat gebeurt er eigenlijk? Die verzorger die begrijpt die emoties van zijn hond niet en gaat hij op zijn beurt ook weer gaan corrigeren. Dat creëert natuurlijk weer extra frustratie, want eigenlijk wil die hond helemaal niet begroeten. Hij wil dat mensen op afstand blijven. En dat ga je merken doordat hij op een harde manier gaat opspringen en eventueel gaat blaffen en gaat happen. En mensen verwarren dat soms met enthousiast zijn. Nee, deze hond is niet enthousiast. Deze hond is gewoon bang, gefrustreerd, gestresseerd en wil dat mensen afstand nemen en weer weggaan. En dat is een probleem, want zo als we op die manier met onze hond omgaan en dat opspringgedrag zouden willen gaan afleren, dan bestaat de kans dat er extra frustratie ontstaat en dat de hond agressief gedrag ontwikkelt naar bezoekers. En dat is toch helemaal niet de bedoeling. Hoe kan je negatieve energie transformeren tot energie van vertrouwen? Het is noodzakelijk dat je jouw hond gaat beschermen. Dat je je hond gaat ondersteunen.
En je hond zal zich maar laten beschermen door jou en zich laten begeleiden door jou wanneer hij jou vertrouwt. En dus is het belangrijk om je hond tijdelijk niet onmiddellijk bij het bezoek te laten. Maar wanneer je bezoek ontvangt, je hond samen met jou achter een fysieke scheiding te laten blijven. Dus niet alleen, want dan voelt hij zich afgezonderd. Of wanneer je geen fysieke afscheiding kunt maken, is het misschien interessant om je hond aan de leiband te houden. En dan komt het bezoek binnen en dan ga je vragen aan het bezoek om te gaan zitten. Liefst aan een tafel, niet in de zetel, want in de zetel is dat nogal open. Maar aan een tafel biedt dat voor de hond eigenlijk een veiliger gevoel. En dan ga je wachten tot wanneer je hond helemaal ontspant, helemaal tot rust komt. En terwijl je hond tot rust komt, kan je je bezoek uitnodigen om, wanneer je straks je hond zal vrijlaten, of zij willen meewerken met jou. En de vraag is om de hond niet rechtstreeks aan te kijken, niet tegen hem te praten en hem niet aan te raken. Ook niet wanneer hij zelf komt, ook niet wanneer hij komt kijken van wie ben jij, om ook dan de hond niet aan te raken. Maar de hond te respecteren. Hij vindt het niet leuk dat vreemde mensen in zijn territorium komen. Hij voelt zich gestrest, hij voelt zich angstig. Hij wil eigenlijk dat mensen op afstand blijven. Dus hij heeft tijd nodig. En die tijd, die dient jij hem te gunnen. Dient jouw bezoek hem te gunnen. Zodanig dat het op zijn eigen tempo vertrouwd kan worden met bezoekers die zijn veilige leefruimte betreden. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Fijne dag en bye bye.